Als klein meisje deed ze al mee met haar ouders. Ze heeft jarenlang gezongen in het Holland Duo met Jan Verhoeven. En tegenwoordig heeft ze een eigen cd en staat ze op haar eigen pootjes. Welkom bij Toffe Gasten. Erna Temming heb ik het over. Welkom in de studio van Toffe Gasten, Erna. Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Hartstikke goed dat je er bent. Hey, Erna, een tellig uit de Temming-familie. Je broertje heeft toevallig ook net een single uit. Ja. Jij hebt een heel album uit. Er zijn nog wel meer Temmingen. Want je komt uit Utrecht. Je komt echt uit een volksbuurt, hè? Ja, ik kom inderdaad echt uit een volksbuurt. Geboren en getogen in de Zeven Steegjes, om het zo maar te noemen. Dus... meer Utrechts kan het niet wezen. Nee. Ja. En voor de vergelijking, Zeven Steegjes in Utrecht is een beetje à la de Jordaan. Zo moet je het zien. Zoiets. Ja. Toch? Wanneer ben jij gaan zingen? Wat kom je uit een hele muzikale familie of hoe zit dat? Kleins af aan al. Mijn ouders hadden een band. Mm-hmm. En die gingen ook altijd thuis. Hoe heette die? Die heette ooit De Tonies. Oké. Okay. De Tonies. Ja, de mijn Tonies. Vader heet Ton en de drummer heette ook Ton. Dus dat begon de als Tonies. De Tonies. En mijn vader was toetsenist en mijn moeder zangeres. En dan gingen ze altijd lekker repeteren thuis in de weekenden. En dan was het gewoon een volop feest en meezingen en meelallen. En dus zo is het eigenlijk al begonnen. Dus was dat Nederlandstalig of was het van alles en nog wat? Van alles en nog wat, okay. Ja. Leuk, eigenlijk. Ja, goede leerschool, toch? Ja, zeker. En jij, want op een gegeven moment, in één keer ben je er. Je komt van een heleboel mensen, kom je uit de lucht vallen. Wanneer ben jij begonnen met zingen, uiteindelijk? Gewoon een podiumpje of op een bruiloft? Het was inderdaad een bruiloft. En dat was van een nichtje van mij, die was 12,5 jaar getrouwd. Mm-hmm. En mijn ouders die moesten daar ook optreden. En mijn moeder die was niet helemaal bij stem. Dus mijn vader zegt van, je hebt zo vaak met ons gerepeteerd. Zou jij niet eens een keertje dat willen doen? Ik zeg, ik weet niet of ik dat wel durf. Maar ja, toen ging ik het podium op en het ging eigenlijk als vanzelf. Mm-hmm. Dus het was gewoon gelijk genieten. En toen dacht ik, dit ga ik worden. Dit ga ik doen. Dat was het? Dat ga ik doen. Was dat de eerste keer applaus dat je dacht, even, dat is leuk? Ik was vooral eerst heel zenuwachtig. Want ik heb het nooit gedurfd voor het publiek. Tot op dat moment. En toen dacht ik... Ja, die angst die moet je overwinnen, want het is gewoon heel geweldig. Op dat podium en dan inderdaad het applaus. En het was gewoon helemaal top. Ja. Leuk. Daar gebeurt er een heleboel. En één keer zie ik jou naast de al onbekende Jan Verhoeven staan in een Holland-duo. Ja. Hoe kom je daar nou toch terecht in? Ja, die belde mij gewoon op een goede dag op. Hij zelf? Hij zelf. Oké. Okay. En toen had ik ook zoiets van, Jan Verhoeven belt mij op. Maar de zangeres die stopte ermee. Dat was op dat moment Janske. En Jan die had mij wel eens op zien treden in het land. Die kwam me wel eens tegen. En die vroeg dus of ik bij het Holland Duo wilde komen zingen. En jou lachen natuurlijk. Je dacht, wat gebeurt me nu? Want dat vond ik wel heel spannend. Ja. En ik zeg, ik moet eerst even overleggen met de bandleden waar ik op dat moment in zat. Dus Jan die had waarschijnlijk zoiets van, oké, dat had hij niet verwacht. Maar dat kon hij ook wel weer waarderen. En toen ben ik de volgende dag op visite gegaan bij Jan en Toos. En toen zijn we gestart. 13 jaar heb je daar gezeten. Ja. Lang, hè? Ja. Hey, en solo, wanneer dacht je, nou ben ik klaar. Nou is dit meisje klaar voor een album. Zoals... Ik heb natuurlijk 13 jaar bij het Holland Duo gezongen. En Jan die wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Dus die wil het iets rustiger aan gaan doen. Begrijpelijk. En ik dacht van, maar ik ben er dus nog niet klaar mee. Ik ben eigenlijk... Net begonnen. Ja, het heeft natuurlijk even geduurd voordat ik echt begon. Maar nu ik dan bezig ben, denk ik, ik wil nog veel meer. Dus toen besloot ik om solo iets te gaan doen. Spannend. Heel spannend, heel spannend. Weet je wat, voordat we het over dat solo gebeuren gaan hebben... gaan we even kijken naar een oud clipje van het Holland Duo. Komt droog nu de tranen. Gaan we even naar kijken. Okay. Weten we een beetje ook wie Jan Verhoeven is, voor mensen die geen idee hebben. Ja. Kan me niet voorstellen, hoor. Hier is het Holland Duo, Komt droog nu de tranen. Ja.
Het Holland Duo, ja, toch wel even leuk, hè, om dat te zien. Ja, heel erg leuk. Ik ja. heb je lief. Je single is nu uit. Ja. En die wordt goed opgevangen, want op de een of andere manier is er zo'n behoefte aan dit geluid. Ja, ik merk het inderdaad. Het gaat je super. Dat, je bent ja, verrast, ik, hè? Ja, ik ben echt heel blij verrast, ja. Hoe komt dat nou? Want op zich, je hebt met Emiel gewerkt, Emiel Hartkamp. Ja. Nou ja, het is toch fantastisch? Ja, dat is ook fantastisch. Maar je hoopt natuurlijk... Ik ben sowieso blij dat ik met Emiel mag samenwerken, met Norris. En dat ze dan deze productie neer hebben gezet. Dat is helemaal fantastisch. Maar dan toch blijft het spannend van, wat gaat het doen? Pakken de mensen het op? Of het blijft toch spannend. En dat gaat gewoon supergoed. Maar het gaat een goede kant op. Ja, het gaat echt supergoed. Ja. Echt heel trots op. Want je zei net dan, ik ben af en toe een beetje zenuwachtig met de optredens en dat soort dingen. Nu, dit is toch ook een zenuwachtige periode lijkt. Ja, dat is allemaal weer nieuw natuurlijk. Je begint toch na zoveel jaar met het Holland Duo, ga je toch weer onderaan beginnen. Hoe raar het ook klinkt, je stond achter Jan Verhoeven en dan ben je moeilijk op te sporen. En nu sta je in één keer in je uppie voor de camera's. Dat is toch... Ja, het is een hele verandering. Dat is het zeker. En in het begin had ik wel zoiets van, ik mis toch mijn wederhelft. Maar dat gaat goed, dus ja. Goed hoor. Dat album. Het heeft een tijdje even op een plankje gelegen, maar nu is het op het juiste moment uitgebracht. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeggen. Want je had het al een tijdje eerder opgenomen. Het heeft even geduurd inderdaad, voordat het allemaal geregeld was. En dat we dus uit konden komen met de single. Ja. Dus, maar eindelijk zijn we zover natuurlijk. Ja. Nou krijg je die reacties op Ik heb je lief. We gaan hem zo ook natuurlijk even laten zien. Word je al herkend bij de bakker in de Zevensteegjes of valt het wel mee? Zijn ze trots op je? Ja, ze zijn zeker trots. En de mensen die ik natuurlijk gewoon in mijn omgeving zie, die wisten natuurlijk al lang dat ik zong. Dus wat dat betreft verandert het niet heel veel. Ik kom ook uit Utrecht, dus ik ken je ook al jaren eigenlijk. Maar hoe raar het ook klinkt, je geeft je nu pas voorstellen aan de mensen in het land. Ja, dat is zeker zo. Ik zie inderdaad wel mensen wat meer van, is zij dat nou? Maar verder gaat het nog... En bevalt het je vrouwen? Of... Jawel hoor. Jawel. Ja, vind je het wel leuk? Ja, ik vind het wel heel erg. Het kan zijn dat je huilend in een hoekje ligt en dat je denkt, dit wil ik eigenlijk willen. Je bent gewoon wel iets langer bezig als je boodschappen gaat doen. Of met de hond gaat wandelen. Want je hebt iets meer gesprekjes als normaal. Maar dat is gewoon helemaal leuk. En dat is nog maar je eerste single. Ja, inderdaad. Ik ben verschrikkelijk benieuwd waar het naartoe gaat. Ja, ja. Ik ook. Ja, het lijkt me. Lig je dan wel eens in je bed te dromen dat je denkt, misschien. Grote hallen, grote zalen. Ik ben niet zo'n dromer. Ja, iedereen droomt natuurlijk wel. Maar als ik dan denk aan grote zalen, dan ga ik het alleen maar heel spannend vinden. En nog spannender. Dus ik ga gewoon doen wat ik nu doe. En ik zie waar het heen gaat. Opbouwen. Ik bouw het gewoon rustig op. Okay. En we zien het wel. En we gaan even je single draaien. Ik heb je lief. En daarna moet je spannende vragen beantwoorden. Ik heb jou ook lief. We houden het allemaal van. Ik heb je lief. Hier is Erna Teddy. Dagen en nachten liet jij me wachten in de eenzaamheid. Was dit mijn leven alleen maar geven, maar ik was je kwijt. Heb het genomen, maar nu niet meer. Jij redt het ook zonder mij. Liever alleen dan een hart vol zeer, maar denk af en toe nog aan mij.
nog steeds. Die lichtjes in jouw ogen, die vergeet ik van mijn leven niet. Al liet ik menen traan, omdat ik ben gegaan. Al jouw leugens, al jouw liefjes, kon ik echt niet langer aan. Maar ik heb je lief. Je zag Erna Temming, Ik heb je lief. En ik denk dat we daar nog wel veel meer van gaan horen van het album. Erna, ik weet wel zeker, nieuwe singles van Noco gepland, hè, denk ik. Ja. Oké. Okay. Wat gaat dat worden, de nieuwe single? volgens mij wordt de volgende Al deze rozen. Dat is een beetje wat vlottere liedje. Ja. Lijkt me helemaal gezellig. Oh, leuk. Helemaal ja, goed. Echt helemaal leuk. Maar dan komen ze aan, hoor. Spannende vraag. Ja, oh, die krijg jij dan weer. Spannende, je moet eerlijk antwoorden, want ik, je bent er bijna mijn buurvrouw, dus ik kan zo op je deur komen kloppen van, wat zei je nou? Erna Temming, wat vind je niet mooi aan jezelf? Ja, hij staat er echt. Wat vind ik niet mooi aan mezelf? Dat is ook raar in je eerste tv. Ja, dan moet je gelijk vertellen wat je niet mooi vindt aan jezelf. Nou, oké. Heb je een putje hier en daar, of ja, denk je wel eens, er zit een vlekje fout? Nou, niet. He, we hebben allemaal wel wat. Ik hoop het wel. Maar laat ik het dan hebben over mijn grote teen. Die is nogal groot. Misschien is dat het. Goed, volgende vraag. Geen idee. Erna, je krijgt ze wel voor je kiezen. Ja, leuk hoor. Met welke artiest zou je wel eens het bed willen delen? Nou, ken ik een artiest die heet Ruud Bos. Mm. Nou heet mijn man toevallig ook Ruud Bos. Ja. Dus, met Ruud Bos. Misschien is het een combinatie. Veilig antwoord, Erna. Veilig antwoord. Nou, maar het is wel een bekende Nederlander, Ruud Bos ook. Maar ik neem dan wel mijn eigen Ruudje Bos. Ja, dat dan wel. Dus niet een ander? Nee, geen behoefte aan. Geen behoefte aan? Nee. Netjes? Nee, echt niet. Nog één vraagje dan. Je krijgt ze echt. Hoe vaak kijk je per dag naar jezelf in de spiegel? Als ik tijd heb om in de spiegel te kijken, dan doe ik dat best wel, best wel vaak. Dan moet ik zeggen, als ik een rustige dag heb en we hebben geen interviews of tv's of kan lekker op de bank blijven zitten, dan zie ik hem ook niet. Dan zit mijn haar lekker zo, lekker mijn huispakje aan, dan hoef ik geen spiegel te zien. Dan ben ik even lekker een dagje echt vrij. Maar je bent een normale vrouw, kijkt altijd even in de spiegel. Dat lijkt me wel. En of de kont nog wat kleiner of groter geworden is, toch? Zo ja, werkt dat, toch? Dat. Ja, zo werkt het, ja. Okay. Ja. En ik vond het heel leuk dat je hier was. Ja, ik vond het heel erg leuk. Voor de eerste keer hier in de studio, maar ik weet zeker dat we jou veel vaker gaan terugzien. Supergezellig. Okay. En dan iets andere vragen. Ik kan er niks aan doen, de redactie stelt het zelf. Ik vind het leuk. Hey, succes met je single. Ja, dankjewel. Het album is inmiddels uit. Ja, dus, we gaan, ja, de single is nu uit, inderdaad. De single is nu uit en het album gaat komen. Maar super. Het is al klaar en het is klaar om uitgegeven te worden. Geweldig. Leuk dat je er was. Ik vond het ontzettend leuk. Heel gezellig. Heb je nog verbeterpunten in dit interview? Verbeterpunten in dit? Nee. Nee. Wat voor cijfer zou je dat interview geven? Tussen de 1 en de 10? Ik vind het wel een vette 7, toch? Dankjewel. Dankjewel. Dit was Erna Temming en dit was Topgasten. En Erna, we gaan je zeker terugzien. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Dankjewel.